Dankjewel. Met alle plezier wil ik dat doen. En ik ben blij dat ik hier vandaag mag staan als ambassadeur van Eet met je hart. En nu daadwerkelijk zorgen dat het geld ook uitgegeven gaat worden op de plekken waar heel veel senioren hopelijk gaan genieten van gezellige momenten, mooie momenten. En dat er weer ons kan inspireren om in de periode van november 2016 tot en met eind 2016 weer opnieuw een initiatief in Breda, Eet met je hart deel 2, te realiseren. Volgens mij staat daar de check, dus die ga ik dan nu ga ik nu dus met de stift en zo laten zien wat het bedrag is geworden. 0. Gaat het goed nog? 500, ja, volgens mij gaat het nog steeds goed. Dan zetten we een punt. En dan is dit het bedrag wat is opgehaald. Bijna 10.000 euro. In totaal 9.550 euro. Sorry, die 400 euro, nou, dan moeten we wel wat meer. Oh, oké. Ja, ik ben echt super trots op Team Breda. Wat zij in korte tijd hebben gerealiseerd is echt fantastisch. En dat komt echt door hun gedrevenheid, enthousiasme, die intrinsieke motivatie. Zij hebben ervoor gezorgd dat er heel veel burgers in Breda in beweging zijn gekomen. Burgers, bedrijven, restaurants. En daarmee ook 26 fantastische restaurants die met volledige inzet de campagne hebben gevoerd. En een prachtig bedrag hebben opgehaald. En ik weet zeker dat, als je nu al ziet welke ontmoetingen ze hebben gerealiseerd, heel erg waardevol voor de kwetsbare ouderen uit Breda. En dit jaar verwacht ik dat nog meer mooie ontmoetingen gaan zijn voor ouderen die moeilijk van huis komen en die dat sociale contact zo waarderen. Want het is zo hard nodig, ook in Breda. En ik hoop ook dat Breda weer als een voorbeeldfunctie zal fungeren voor alle nieuwe gemeenten die dit jaar op ons pad komen. En die Eet met je hart ook voor hun eigen gemeente willen uitrollen. Dus top gedaan. Wat we allemaal gaan doen met deze fantastische opbrengst van bijna 10.000 euro. Daarmee gaan we, ik ben ervan overtuigd, ontzettend veel kleine en grote waardevolle ontmoetingen organiseren. Klein kan zijn een lunch voor 8 ouderen en 2 vrijwilligers. Een high tea, een bierproeverij staat er in de planning voor een mannenclubje alleen. Maar daarnaast hebben we ook allerlei ideeën om wat grotere evenementen, zoals bijvoorbeeld een buitendag, te organiseren. En een grotere activiteit is ook nu al in de planning voor Valentijnsdag, waarin we al onze ouderen gaan verrassen. Dus daar zeg ik ook nog niet te veel over. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit bedrag in Breda, lokaal voor lokaal, helemaal goed besteed gaat worden. En dat we heel veel mooie, hartverwarmende ontmoetingen gaan realiseren.